Ja, jongens, daar gaan we. Woe! Ik zit hier in mijn nieuwe huiskamer, hier met de portal hier zo. Pip, je zat bovenaan. Kijk, dit is de manier hoe Erem gebold. Ja, help, moet ik helpen? Pip is aan het overgeven. We zijn de Kriskus. Yes, mijn naam is Simon en je kijkt naar een nieuwe video van de Bakkertjes. Kijk eens wie er ook zijn. Hey! Hey, kijk eens jongens. Nou, ja, Pip is ook. Pip, best wel, zeg hi. Ik ga naar jumpen. Ja, jij gaat lekker jumpen. Ja jongens, want Sam, nou is het eindelijk weer alles open. De lockdown is voorbij. Ja. En wat gebeurt er dan? Kijk maar naar boven. Alleen maar regen. Ja, dus dan denk je, nou, we gaan lekker naar parken toe en zo, maar dat kan allemaal niet. Dat kan wel, maar dat is niet leuk. Dus we gaan vandaag een hele leuke dag hebben. Ja. In een indoorpark. Er is van alles te doen. We gaan het jullie zo laten zien. We moeten nu snel rijden, want we moeten over 40 minuten zijn. En het is bijna een uur rijden voor ons. Ja, en als jullie het niet geloven dat het hard regent, moet je naar dat raam kijken. Ja, dit raam kijken, want dit is een ruitenwisser. En die wist... Dat klopt eigenlijk ook niet. Ruitenwisser wist niet de ruiten. Het moet een regenwisser zijn. Dat is vreemd! Oh my god, jongens, we komen er zojuist achter dat het al die tijd verkeerd genoemd wordt, toch? Ja! Dat toch, in ieder geval. Ja, ja. De kinderen zijn minder onder indruk. Nou, Erem is er ook altijd echt heel druk met alle spullen pakken en alles regelen. Wij gaan er vandoor. Jullie kunnen in de tussentijd abonneren en dan gaan we. Wow! Echt groot. Wat speciaal, man. Maar is de auto nou schoongewassen of is hij nou juist weer smerig? Nou, veel vieser, dat kon hij niet, dus dat scheelt. Nee, dat kan. Nou, kijk eens even, jongens. We moeten even kijken waar we heen gaan. Nou, dat is in ieder geval... Ah, dat gaan we vanavond doen, jongens. We gaan eindelijk weer een keer naar ABC. Dat is heel lang geleden. Ja, niet bij deze ABC, die andere. Dat is het toch D-E-F. Nee, ABC staat voor American Buffet Corner. Als je D-E-F is, Duitse eetfestijn. Oké, okay, nou wij gaan lekker naar binnen. Mini-jump, dat is eerst wat we gaan doen. Ah jongens, daar gaan we. Het is een soort zwarte gat waar je doorheen zwarte... waar de heen gezogen was. Oh, wow. Wow. Zo jongens, dat lijkt wel of we in een level van Mario zijn gekomen. Ze gaat ze niet durven. Hoezo niet? Mario durft het ook, hè? Ja, weet je hoe smal van Mario is? Kijk, en daar komt onze prinses Peach aan. Wat is er? Oké, dan gaan we het krijgen, jongens. Sam! Je wordt ook echt Mario muziek, jongens. Dit is heel vet hier zo. Oh yeah! Jongens en meisjes, Jess heeft weer een leuk idee, hoor. Ja. Hij gaat springen, hij staat daar en ik moet hier liggen. Nee, oh, wat doe je? Waarom ik... Hallo? Ja, hij gaat nog wel even kijken. Oh, jongens. Woe! Oh, nou zijn we nog enger. Ja, nou superleuk. Oké, jongens, nou dit is boven, maar zoals bij Mario is natuurlijk heb je ook altijd ondergrond zo. Tu. Oh, au. Dat hoort erbij. Moet je altijd doen. Oh, dat moet je altijd doen, even je knie breken, ja. Je kan het. Oh. Yay! Nou, de kinderen die zijn er moe van, jongens. En dan lopen we weer terug. Maar ik zit te kijken, maar dit is een huiskamer. Nou, dat is sowieso vreemd, want het is een huiskamer met 1, 2, 3, 4 banken. En dan kom je hier in de slaapkamer. Geen idee waarom het in de speelhal een slaapkamer is. Wow, dit is echt old school, jongens. Zo, wat vet. Oh, Pip. Pip mag hier in bed. Oh, hier is toch meer? Wat is het? Ja, daar kom je gewoon. Oh, dan kom je hier uit. Oh, zijn we hier. Grappig. Het zou wel vet zijn dat je gewoon een slaapkamer hebt. En dat je dan een gat in je muur hebt. En dan kom je in de portal en dan kom je hier in Mario wereld. Wow. Hey, hoe voel je het springen? Leuk. Leuk? Nou, we bowlen. Straks zo, dan gaan we lekker bowlen. Ja. Sam, heb je enig idee wat dat is daar zo dit ding? Dat was van vroeger een tv. Ja. Oh, de Nintendo 8-bit, jongens. Dit is echt nostalgie. Ja, die kastjes kunnen we openen. Dat heb ik nou wel... Net als die videoband. Ja, vroeger, jongens. Dit, zeg maar, die is... Die hebben we ook nog gehad. Ja.
lachen. Kijk, en vroeger moest je echt met knopjes moest je dingen indrukken. Nou. Oké, nou ze noemen hier ook alles levels. Dus we hebben net level 1 en 2 gedaan. Dat is zeg maar daar zo bij die trampolinepark. En die, ja, het trampolinepark is volgens mij level 1. En daar hebben we dan de trefbal bij de trampoline. Dat is nummer 2. En de pumptrack hier is nummer 3. Ja, daar staat het ook. Oh, nou, Pip, die gooit alle fiets om. Dus ze gaan nu level 3 doen. Ik ben heel benieuwd hoe ze het doen. Nou, step is volgens mij het makkelijkst. Maar met zo'n BMX is natuurlijk wel mega vet, maar wel moeilijk lijkt me. Sam, je moet proberen zo hoog mogelijk te gaan zo. Kijk, zoals Jesse. Nee. Woe! En dan gaat Jesse volle vaart. Oh yeah! Kijk hoe het deze keer niet valt. Nee. Lekker bezig, jongen. Pip, zullen wij naar Speeltuin? High five. Oh, nee. Ja, dat was een goeie. Papa, jij moet stil. Au. Nou, de kinderen zijn lekker aan het spelen. Ik zit hier in mijn nieuwe huiskamer, hier met de portal, hier zo, hoe vet. Ik ga even televisie kijken. Kijk, wat een ding, jongens. Zo, jongens en meisjes. Maar nu is het tijd, Irm. Te gaan bowlen. Dan mogen wij met weer gaan doen. Ja, inderdaad. Aanlaten. Voor het bowlen. Nee, ja. Nee, gewoon, want als we daarna gaan nog een keer. Nee, dan moet je dan weer opnieuw aandoen. Ja. Ja. Je gaat dan niet tijdens de bowlen met dat aanlopen. Dat is een kind van zijn moeder, jongens. Pip, die is, gaat goed hier zo? Oh my god. Niet één knap meisje, maar twee knappe meisjes. Oh, kijk eens, hier is wat gebeurd. Pip? Oh nee, hier lekt allemaal vloeistof. Pip, die moet kotsen, jongens. Ja, Pip is aan het kotsen, jongens. Oh, wacht, ik ga zeggen. Hier, Pip. Ik ga zeggen tegen mama dat jij aan het kotsen bent. Em? Ja? Kom even komen. Kom even. Pip is aan het overgeven. Wow. Het smaakt zo erg. Nee, niet dat wat ik zag, maar omdat je. Ik heb niet laten merken dat ze ziek was. En dat ze niet aan het overgeven. Yes, meteen. Yes, Rin. Yes, Rin. En die is een beetje ook, jongens. De kot en de boel onder. Oh, lekker. Oké, nou we gaan nu lekker bowlen, jongens. Maar we gaan niet zomaar bowlen. Niet zomaar bowlen. Hyperbowlen. Ja, je kan inderdaad de traditionele bowlen doen. Even kijken, hyperbowl. Of hyperbowl pro. Wil je pro worden tussen jezelf? Wat is het verschil? Raak uw kleurdoel op de bumpers zodat je de pins raakt en door op de verschillende wedstrijdstappen en niveaus. Steeds weer een nieuwe doelwet voor spelers van alle leeftijden en niveau. En de pro is, wil jij een pro worden? Test jezelf op diverse fronten met steeds oplopende moeilijkheid, maar daar de ingewikkelde. Nou, zullen we gewoon deze doen? Geen idee wat het is, we gaan hyperbowlen. Pip, gaan we hyperbowlen? Zeg maar ja. Oh, de rode mag moet je ontwijken. Kijk uit voor rood. Nou, we moeten even uitvogelen hoe het werkt. De rode mogen we niet raken hier aan de zijkant. Oh ja, Pip. De blauwe en de groene daarentegen, die zijn drie keer zoveel punten waard. Oh, en twee keer zoveel punten. Oké, nou dan gaan we. Oh. Raak de groene aan en... Ja, drie keer zoveel punten. Woe! Dan krijg je drie keer zoveel punten. High five. Nou, Sam, dat is echt... Jongens, dit is echt een keer leuk als je dan toch vaak bolt, want we doen dit natuurlijk vaker bolen. Dus, oh, Sam, kijk, Sam die heeft... Ja, hij heeft blauwe geraakt. Oh, dat is een beetje jammer. Dus het is toch een keer wat anders. Je mag wel maar één keer gooien, dus je gooit. En op het moment dat je 5 kegels om hebt, dan wordt het gewoon keer 2 of keer 3. Mega tof, op dit moment... 200! ...staat... Pip bovenaan. Maar de eerste ronde... Oh, die heeft er 2 keer. Pip, je staat bovenaan. Nou, dan gaan we... Kijk, dit is de manier hoe Irm gaat bolt. Groen, jammer. Oh, oh! Nee. Oh, bijna. Dit zijn echt zoveel punten. 1600 punten erbij. Wauw. De laatste ronde. Ja. Wow. Oh, je hebt hem in ieder geval wel 3 keer. Oh. Eerst 600. Oh, nee. 1800. Oh, yeah. Nee. De grote winnaar is toch wel Ramon. Ik kan eigenlijk een keer winnen. Nou, en zo wordt bowlen voor mensen die normaal niet zo goed kunnen bowlen. Wordt bowlen in één keer toch heel erg leuk, want dan kan je winnen. Eigenlijk wel leuk dit. Ja, want dan nou kunnen we een keer winnen. Nou gaan we ja, maar een keer... nou mogen we ook een keer richting de grote winnen. Dan mag ja. Het. Oh, nou Pip die gaat... Oh, dat gaat... Oh. Oh, zo, oh, dit wordt een... Dat hij niet uit de bocht schiet. Ik ga lachen als ze allemaal omgaan.
Volgens mij heeft ze nog drie. Ja, dus wauw, Pip. Pip, gaat goed hoor. Jij bent Ramon. Ja, bijna gewonnen. Je bent alleen nog vier voor je. Nou jongens, het zit er bijna op. Ik nog één keer, jij nog één keer, dan zit het erop. En dan zit het erop. En... Oké, niet verkeerd. Oké. Hey Sam, gaan we zo lekker naar huis toe? Of, Nee, we gaan nog even daarna eten. Spelen. Ja, inderdaad. Oké, okay, Ramon. Eten, spelen. Uit eten. Jij de laatste ronde? Ja, echt de grootste winnaar, daar ben jij gewoon, Ramon. En de winnaar. Ja. Ramon, 19.500. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou jongens, het is tijd om even lekker te gaan eten. Kijk, ik wil toch even laten zien hoe het er buiten uitziet. Oh, gadverdamme. Ik ben echt verliefd op deze plek. Ik vind het echt heel knusje. Ja. We gaan nu even lekker eten. Moet je kijken hoe... Mooi uitzicht, we gaan naar boven jongens. Zo, onze eigen loungeplekje hier zo. Het ziet er veel zo gezond uit, maar goed. Oh, heerlijk. Is hij lekker? Oh, is hij lekker of niet? Nou, ik heb hem wel al op. Heerlijk. Goed zo, nou, ik ga dit eten. En dan is het tijd om te... Hey! Ik wil toch even een dikke shout-out doen naar deze locatie hier. Fun and Entertainment Center in Zevenum. Kijk zeker vooral even een keer hier onder in de link in de beschrijving als je hier ook heen wil gaan. Je kan hier dus echt van alles doen. Super tof hier zo, lekker chill. Gaan we hier vaker komen? Ja. Ja? Gewoon met die stepdingen. Gewoon met die stepdingen. Vind je dat leuk, zeg? Ja. Ik weet dat hier een Angelina Ballerina ruimte is. Angelina Ballerina. Angelina Ballerina? Nou, dat is niet echt Angelina Ballerina, jongens, maar het is wel heel vet. Oh, kijk eens, jongens. Angelina Ballerina. Je krijgt een mooie jurk aan. Wie is Angelina? Wie is Angelina? De ballerina. Dat is die muis met dat jurkje. Nou goed, zo vaak kijkt Pip dus Angelina Ballerina. Zo doet Angelina Ballerina niet, Pip. Oké, nou, ik ga eens even... Eten is krakken. Oh. Zo, is dit voor papa? Ja. Pip, ik denk dat we die gaan passen. Oké. Proberen. Ah. Ah. Hij ziet er wel lekker uit hoor, Pip. Goed gemaakt. Jongens, dit is niet te geloven. Kijk, het is een hele Lego park hier zo. Nou, Jessie die is ook in één keer wakker. Dit is wel echt keivet allemaal. Dit is Thomas, ja. Vroeger was jij helemaal fan van Thomas. Oh ja. Ja, nou jongens, we hebben echt verschillende. We hebben ook de kraan hebben we hier zo. Nou, die rooi hebben we. Nou, en dat gaat maar door, jongens. We hebben hier een heel speelgedeelte. Ze hebben daarachter hebben ze een ballenbak. Met een helikopter erbij. Gewoon een helikopter, jongens. Wat doet hij nou? Oh jongens, dit gaat echt zo verkeerd. Dit is... Hoor een blok in, schat. Ja, help. Hoe moet ik helpen? Ja, nou maar. Hij zit vast met zijn voet. Oh. Gaat het? Jezus, echt waar hoor. Nou, tot zover Sam, onze blok. Nou, Pip die vermaakt zichzelf weer daar wel, maar jongens, nu is het tijd om... De laser game. Laser game, jongens. Yes, jongens, daar gaan we. Op naar de laser... En Pip, hoe staat dat? Gaat nou, het goed of gaat dat niet goed? Is het precies goed? Wel goed. Ja? Is het niet zwaar, Pip? Nee, joh. Nee, joh, niet. Ja, Pip moet eerst in de Pip. Je moet eerst nog wegrennen. Oké, okay, Pip. Pip, nee, je moet nog 20 seconden wachten. Ga verstoppen. Nou, we gaan weer eens laser gamen, jongen. Dat doen we wel vaker. Maar die locaties die worden mooier en mooier. Kijk eens even, wat vet, man. Er staat gewoon een mega grote helikopter hier. Oh. Zo, dit is zo vet. Goed jongens en meisjes, en dit kennen jullie zo langzamerhand. Wij gaan nog even lekker doorkomen, dan gaan we lekker eten. Nou jongens, het is bijna einde van de dag. We gaan zo meteen ABC eten. En de kinderen zijn nu voor de derde keer deze pumptrack aan het doen met de BMX. En ik zie dat ze steeds beter doen. Woe, Sammy! Yes, sir! Sam, daar blijf jij weg, hè? Ja jongens, we zijn weer dus echt mega lang geleden dat we bij ABC zijn geweest. En dan gaan we wel vaker zijn we daar geweest, maar niet in deze in Zevenum. De andere plek die kan ook hier naar boven, heb ik begrepen. Ja. Lekker drinken, Sam zit weer... Goed uit. Ik heb er vanavond nog geen snoepje op. Heb je? Oh, nou dat komt goed uit. Ja. En daar zitten we dan. We gaan lekker eten. ABC. Nee. Dat kennen jullie wel. Wat? We gaan niet lekker eten. We gaan eerst
naar boven. Dus kijk wat doen boven? Voetballen? Nou, dan gaat ons eten. Alsof we niet genoeg gespeeld hebben vandaag. Maar goed. De hele dag gespeeld kan ik eindelijk erbij gaan eten. Nee hoor, gaan we weer voetballen. Nou, Sam die gaat even lekker voetballen. Maar het eten kunnen we wel vergeten hier zo. Sam, zullen we eten of... Nee, natuurlijk. Ja, prima. Nou, Jesse, er was een leuke plek aan het zoeken voor Pip. Kijk eens. Oh, dit is... Oh, dat is heel leuk, jongens. Alleen Pip die is aan het voetballen. Ja, dan gaan we... Maar jij mag hier wel spelen als je wil. Ja, goed, goed. Dit is echt voor alle kleinste. Ja. We zijn even aan het rondlopen. Dit wordt een plek waar ik heel veel ga komen vanavond. De toetjes, jongens, het ziet er ook zo heerlijk uit. Oh, kijk eens, een hele ijsbar met allemaal vruchten en kaasjes. En nog meer vruchten. En ijs en ijs en ijs. Oh, dit wordt zo lekker, jongens. Nou, we waren Pip en Sam alweer kwijt. Die bleven hangen bij het ijs. Ja, dan moet je heel drukken. Oh, lekker Sam. Kijk eens, hier wordt gewoon een verse pannenkoek bereid voor Pip. Hè? Die kleintje daar, die wordt voor Pip. Ja, die gaat helemaal rondje maken en dan is hij klaar. Oh, heb je er zin in? Ja! Ik denk, waar zijn Sam en Pip nu? En in één keer komt Pip met een hele grote glimlach. En Sam die denkt in één keer, wat zit er op mijn bord, Sam? Huh? Heb jij dat gedaan? Waarom is... Yo, grappig hoor. Grappig, ik moet wel opeten. En Pip die komt ook in één keer met een glimlach aan met allemaal snoepjes. Vreedzaak. Oké, jongens, ik ga even lekker eten. Waar zijn Jesse en mama? Oh, die zijn nog een beetje goed. Oké. Oké, jongens en meisjes. Nou, tijdens het uitzoeken van deze video die jullie zojuist bekeken hebben, kom ik erachter dat we de video nog helemaal niet afgesloten hadden. Zo gezellig was het daar zo bij ABC. Bij deze gaan we de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent, zeker abonneren. Tot de volgende keer. Doei!